Max, zo snel na een training hebben jullie niet vaak voor de camera zitten. Ja. Is de algemeenheid, hoe was die? Ja, wel goed. De eerste training was het baan natuurlijk ook best wel vies, maar over het algemeen best wel een goed gevoel in de auto. Een paar dingetjes geprobeerd, zeg maar, gedurende die sessie. En ja, daarna voor FP2 weer wat dingen aangepast in de auto en die waren denk ik weer wat beter. Dus ja, wel een goede dag. Het was heel veel stof, hè? Het was niet alleen maar dat er grip, maar het is niet normaal. Ja, niemand heeft de baan schoongemaakt volgens mij. Nee, we hebben natuurlijk hier aan die gereden, dat scheelt natuurlijk ook een beetje. Hey, die eerste run is dan 14 ronden op die harde band. Is dat dan om te kijken hoe die baan zich verbetert? Nee, maar dat is ook gewoon puur omdat de banden niet zoveel slijten. Dus dan kan je ook wat dingetjes proberen. Honda-bazen hebben geroepen dat jullie motoren hier een speciale afstelling hebben. Heel grote dingen kan je niet doen, maar dat ze specifiek hier lekker lopen. Merk jij daar wat van? Nee, dat is gewoon voor de hoogte. Dat heeft elke motor. Ja. Dan moet je aanpassingen doen. Merk jij als sportman iets van die hoogte, dat er ijlere lucht is? Dat je meer moet lucht happen? Nou, meer als je de trap oploopt, maar niet in de auto. Maar dat is gewoon puur omdat er ook minder grip is. Dus dat balanceert zich dan uit. Het ziet er op tv uit alsof het een heerlijke flow heeft. Deze baan, los van het lange rechtstuk, maar is dat zo? Die middensector wel, maar de rest is allemaal best wel haaks af en hele langzame bochten en heel weinig grip. Maar op zich, ik vind het geen probleem als de auto maar goed gaat. En dat leek die wel te gaan. Is de medium band de band voor Q2? Hij ja, lijkt zakt, dat te zijn, laat ik zo zeggen. Hij zakt er niet verkeerd uit in ieder geval en we zijn best wel wat sneller als zeg maar, de teams. Achter ons en hopelijk is dat ook hetzelfde morgen. Ik ben net klaar met je longruns. Die zagen er volgens mij in de lage 21ers echt wel oké uit. Ook op die mediumband. Dat betekent dat de marge die je zou moeten hebben er, ondanks dat het vrijdag is, wellicht lijkt te zijn. Nou, het ziet er wel goed uit vandaag, maar je weet natuurlijk nooit wat zij doen. Maar ik kan alleen maar voor mezelf spreken en ik had gewoon een goede dag. Dus dat ja, is altijd ik wilde bijna afsluiten met Amerika was een rot vrijdag. Maar ja. Deze is wel een paar tandjes beter. Ja, absoluut. Eigenlijk een beetje het tegenovergestelde. En dan is de allerlaatste die ik zeg, als jij hier nou een hele saaie wedstrijd moet winnen, vind je dat helemaal niet erg? In dit seizoen vind ik dat helemaal prima. Ga de engineers, dank je wel.